Nu ben ik er weer en ook in een nieuw huis. Ja, kak. Elke dag voortaan als zij gaan slapen, de meiden, overdag, dan huilen ze. Ik denk, oh shit, misschien is dit toch niet nu al het einde van het slaapje. Hier hebben we onze kast neergezet en hier hebben we dus dat poppenhuis. Joehoe! Wij zijn lekker op de fiets onderweg. Oh, dit ziet er echt goddelijk uit. Echt. Van jou? Ook. En de kindjes hebben lekker een croissantje. Doen alle mannen dit of doet alleen die van mij? Ik ga jullie eventjes laten zien wat we allemaal hebben gekocht. Maar dit is mijn trots. Ja, het is weer tijd voor een nieuwe weekvlog. Leuk dat je dit keer weer meekijkt. Dus even een paar weken geleden. Ik had een soort van vlogvakantie en een hele heftige infectie op mijn neus. Waardoor het gewoon echt niet chill voelde om te vloggen. Dus, maar goed, nu ben ik er weer. En ook in een nieuw huis. Het is helemaal een andere omgeving. En ik kan echt niet wachten om het jullie te laten zien. Ik zou zeggen, ga er lekker voor zitten en kijk gezellig met mij mee deze week. Ik ga stap voor stap even alles laten zien aan jullie, want dat lijkt me gewoon heel erg leuk. Dan weten jullie meteen waar we wonen. Maar eerst heb ik mezelf even helemaal klaargemaakt, want ik heb om 9 uur een afspraak bij ons oude huis, want we hebben zometeen de sleuteloverdracht. Vet spannend en toch wel een tikkeltje, ja, gek of zo, dat je dan de sleutels gaat inleveren van je vertrouwde huisje waar de kindjes allemaal zijn geboren, niet letterlijk, maar... Ja, snap je? Dat is toch een beetje apart of zo. Maar goed, het hoort erbij en ik ben blij hier in ons nieuwe huis. Maar ja, weet je, wij wonen hier net nog geen week. Het is vandaag vrijdag trouwens. En we zijn afgelopen zaterdag verhuisd, dus we zijn hier nog niet eens een week. Dus het moet allemaal nog een beetje landen, het moet allemaal een beetje wennen en zo. En, maar goed, ja, weet je, dit hoort erbij. Ik ga de sleutels inleveren en dan is dat helemaal een gesloten hoofdstuk. Oké, en hier is de rest van het gezin. Mocht je ze niet meer kennen... Ed, Charlie, Troepjes, Ramosje en daar is een ander klein meisje. Hi! Oké, there we go. Spannend! Nou, dat was echt wel even een dingetje of zo. Jeetje, echt zo raar om dan de sleutels te geven van je oude vertrouwde huisje. Dat ding. Aan andere mensen echt, ja, ik weet niet. Het is echt een afsluiter van gewoon eigenlijk de mooiste periode in mijn leven. Dat we gewoon 5 jaar dat we daar hebben gewoond, zijn er zoveel dingen gebeurd. Echt, toen ik daar, zeg maar, toen we daarin gingen, toen was ik zwanger van Ramos. Echt, ja, wat een dingetje. Maar goed, in ieder geval, ik ga nu naar huis. Lekker even een koffietje gemaakt. En ik heb dus echt een hele productieve ochtend eigenlijk al gehad. Want het is 9:45. En ik heb vanochtend al lekker gesport. Goed gegeten, gedoucht, helemaal aangekleed. En natuurlijk net naar het huis geweest om afscheid te nemen. Nu heb ik even een klusje die ik moet doen. Wat eigenlijk jammer is, want ik heb vakantie. Alleen, wij gaan weer een nieuw boek uitbrengen. Echt heel erg leuk. Echt weer eentje die, zeg maar, aanvullend is op het slanke receptenboek voor moeders. Waarin we met 14 categorieën werkten, hè, met allerlei recepten. Die hebben we trouwens nog wel, dus ik zal even een linkje erbij zetten. Mocht je denken van, oh, dat vind ik wel leuk. Nu hebben we een soort van, ja, eentje die je daarbij kan gebruiken. Dus echt een soort van combinatie daarmee is super, super gaaf. Alleen die ja, moet dus heel snel naar de drukker. Dus we hebben de final check. Moeten we uiterlijk vandaag inleveren. Dus dat moet ik dus vandaag gaan doen. Ik ga vanmiddag met de kindje naar de Efteling en mijn moeder. Ik ben even boterham aan het maken. Ik vind dit wel een hele lekkere tip. Omdat het gewoon echt niet normaal lekker is. Mozzarella. Oh, er zit iemand te gillen boven. Hoor je dat? Nou, mozzarella, cherry, tomaatjes, peper en verse basilicum. Boterhammetje erbovenop. En dan in een bakje en meenemen. We zijn er. En we hebben lekker broodjes. Hé, jongen. Dat was echt heel erg leuk.
Alleen nu ben ik zoals altijd weer eens vergeten waar ik mijn auto heb neergezet. En ben ik hier op de parkeerdinges aan het ronddwalen op zoek naar mijn auto. Echt zo irritant. Je zou zeggen, als je één keer doet dit nooit meer, maar ik doe dit letterlijk dus altijd. Echt kak. Zo dom. Shit. Ik loop gewoon letterlijk al weken buiten met die pet. Omdat ik niet wil dat mijn neus in de zon komt. Omdat het is echt niet goed nu. Met deze toestand. Heeft u van mij gekookt, Missie? Een currysoep. Een currysoepje. Hey, mopje. Lekker. Wat heb je erin gedaan allemaal? Wortel sowieso? Wortel, paprika, courgette. Wortel, paprika, courgette, knoflook, ui, gember. Zit het erin? Kokosmelk. Lekker hoor. Het kan nog een beetje warm. Oh ja, kijk uit, mop. We zullen eens even gaan proeven. Lekker wel. Zo leuk. De kindjes die zijn best al wel gewend aan het nieuwe huis. Dus dat is echt heel fijn. En gewoon bizar hoe snel dat bij hun gaat. We wonen hier nu nog niet eens een week. En ze zijn gewoon, lijkt het al gewoon best wel gewend. Dus dat is heel fijn. Ik was een soort van bang voor dat het bij de kindjes ja, toch wel emotioneel zou zijn om te gaan verhuizen. Maar het lijkt allemaal best wel mee te vallen. Dus daar ben ik wel blij mee. Ik ga vanavond even lekker een chill avondje houden. Want ik zou eigenlijk met een vriendin uit eten gaan. Maar dat kon uiteindelijk niet doorgaan, want ze was niet helemaal lekker. Dus nu uiteindelijk dus thuis gegeten. En ik denk dat het gewoon... Zometeen lekker gaan douchen op mijn gemakje en dan op bed tv gaan kijken. Echt, daar heb ik gewoon heel veel zin in, dus dat ga ik gewoon lekker doen. We zijn nog even aan het spelen, maar Ramos heeft net Ed onderuit gehaald. En hier, ik heb jou gesnapt. Wat heb jij? Wat heb jij? De hele dag zitten ze in de tuin stiekem frambozen te pakken. Laat zien, Charlie. Oh, en daar nog al zo eentje. Wat ben je aan het doen? Aan het eten. We hebben dus frambozenstruiken. Hebben jullie waarschijnlijk al lang gezien. En heel veel onkruid. Moet je niet op letten. En die meiden die zitten dus continu te zoeken. Kijk, gaat ze weer. Hoppatee. Hop. En ze weten ook precies dat ze dus niet degene moeten pakken die nog niet rijp zijn. Zoals je ziet, alles is gewoon ja, opgegeten. En hier zijn onze appeltjes. Die gaan goed. Volgens mij is het binnenkort zover. Denk ik. Maar ik heb er nog niet zoveel verstand van. Dus ik moet hem even inlezen. Hier zijn onze aardappeltjes en daar ook. Ja, ja, jongens. Van ja, ongeveer 2 jaar geleden. Doe ik echt eigenlijk nooit vlogs terugkijken. Maar Ramos mocht lang opblijven. En toen dacht ik van ja, wat kunnen we op tv kijken met hem? En toen dacht ik ineens ja, een vlog van een vakantie van 2 jaar geleden dus. Maar echt zo bizar om te zien dat je leven dus zo ontzettend kan veranderen. En dat 2 hele kleine mini babytjes ineens 2 van die meiden worden die dan ja, gewoon... peuters zijn. Dat is zo bizar. En dan zie ik mezelf daar en dan denk ik, wow, hoe deed je dat eigenlijk? Met 2 baby's en een peutertje en werk en echt, hoe dan? Maar goed, wel echt heel leuk om te zien. En soms denk ik wel eens van, oh, doe ik daar dan goed aan om alles vast te leggen? En ja, weet je, het kan natuurlijk altijd door iedereen bekeken worden. En aan de andere kant denk ik, ja, hoe leuk is het dat je dit gewoon terug kan zien en dat je op die manier gewoon terug in je leven kan kijken. Ja, echt bijzonder. Maar goed, Ramos die ligt nu net in zijn beetje, het is 8:15. Die mocht dus lekker lang opblijven. En ik ga nu voor Ed en mezelf even een bakje yoghurt maken en een theetje. We hebben trouwens gedaan een koeker. Echt, ja, zo'n uitvinding. Ik ben helemaal blij met dat ding. Dus thee maken, yoghurt en dan gaan we de hele avond op bed liggen. Love it. Dus ik zie jullie morgen weer. Ben ik weer. Goedemorgen. Het is vandaag zaterdag.
En ik heb mezelf eventjes helemaal omgetoverd. Vanochtend lekker chill gedaan met de kindjes. Ramses is nu even met mijn moeder mee. Ed is bezig met het tuinhuis, want daar ligt echt allemaal troep in. En de meiden liggen op bed. En ik dacht, want ik heb iets heel erg leuks. Ik heb namelijk een mini shoplog voor jullie. Echt al heel erg lang geleden volgens mij. Maar ik heb echt hele leuke kleding die ik jullie wil laten zien. Dus we gaan even naar de spiegel. Laat ik beginnen met mijn allermeest favoriete. Kijk hoe leuk. Helemaal zo'n wijde mouw. En dan kort, maar niet zo kort dat je een blote buik ziet. Dat vind ik zelf altijd het mooist, zeg maar. De kleding is trouwens van Goods & Gusto. En ik heb 20% korting voor jullie met de code NEWBOFITMAMA20. Ik zal eventjes onderaan in de beschrijving alle linkjes plaatsen. Dan weet je ook precies wat ik heb. Kijk, deze is echt mijn allerfavoriet. Ook die kleur en dan dat stofje. Ja, helemaal leuk. Dan heb ik deze schoenen. Ik kan je vertellen, ik heb niet zo heel vaak hakken aan. Maar deze zitten dus echt heel erg lekker. Naast het feit dat ze er ook echt heel leuk uitzien. Dus ik vind deze schoentjes en dit blouseje echt een mega aanrader. Ik heb nog een ander blouseje dat ook heel leuk bij dit setje staat. Dus ik dacht, die doe ik nu aan. Kijk, met deze. Aan de ene kant vind ik hem heel schattig. En aan de andere kant vind ik hem ook best wel chic. Normaal gesproken ben ik wel iemand die altijd alles zo in die broek doet. Omdat ik dat, ja, ik weet niet, vind ik gewoon leuk staan. Zo. Maar als je daar niet van bent, kun je hem ook gewoon prima zo dragen. Want dan vind ik hem dus ook leuk. Vooral ook omdat hij toch wel een klein beetje, ja, sexy is. Niet too much, maar wel gewoon een beetje. En het fijne is, er zit dus hier zo'n boordje in. Of zo'n, hoe noem je dat, stukje extra stof. Waardoor hij dus niet doorschijnt bij de BH-zone. Lekker matchje ook met de nageltjes, hè jongens. Ik heb ook een ketting aangeraden, dus deze. Deze is ook van Goods & Gusto, heb ik ook op de website besteld. Je krijgt trouwens die 20% korting, krijg je op alle artikelen, maar niet op de sales items. Ja, volgens mij is dat echt altijd zo. Maar deze ketting hoort daar dus ook bij. Ik dacht, ik vind het wel leuk zo. Ja, toch? Tot slot heb ik een helemaal zwart outfitje met hele leuke schoenen. Dit is het totale lookje, maar ik weet niet of je het goed kan zien omdat het helemaal zwart is. Maar het is echt heel leuk in het echt. Dit zijn de schoenen. Die zijn dus van Goods & Gusto. Van die lekkere stoere schoentjes, vind ik leuk. Zwarte broek, die is van mezelf. Heb ik een topje erbij gedaan, is ook van mezelf. Maar deze blouse, die is dus van Goods & Gusto. En die hebben ze echt, nou ja, ik weet het niet in hoeveel, maar dat zag ik op die website, echt heel veel kleuren. En je kan hem natuurlijk dicht doen, maar je kan hem dus ook open dragen. En ik vind het nu, vind ik hem zo open wel heel erg leuk. Dus, en dat was het. Ik ga gewoon lekker dit zwarte outfitje aanhouden. Want ik vind het makkelijk ook gewoon goed te kunnen in de zomer. Dus ik ga die gewoon aanhouden vandaag. We hebben best wel gewoon een chill dag. Ik ga hier en daar even wat opruimen. Lunch maken. En straks komt een vriendinnetje van Ramos. Die komt hier spelen. En dan wilden we eigenlijk even naar een leuke speeltuin fietsen. Maar ze geven weer allemaal regen aan. Dus ik ben benieuwd of dat gaat lukken. Maar goed, we gaan dat even zien. Volgens mij huilt er weer een. Ja, kak. Elke dag voortaan als zij gaan slapen, de meiden, overdag, dan huilen ze. Dat was nooit bij ons oude huis. Toen gingen ze gewoon, ja, slapen. Nu slapen ze 1 keer per dag. En ik merk dat als ik dat 's middags doe, dat het veel te lang duurt. Dus ik doe het eigenlijk altijd in de ochtend. Maar nu is het dus continu, eerst na een kwartier huilen. Nou, dan gaan ze weer verder slapen. Dan na een ander kwartier weer de volgende. En nu hoor ik dus ook weer in huilen. Terwijl ik net even ging zitten met thee en chocola. Zij moeten ook gewoon wennen, dat weet ik. Maar toch. Ik denk, oh shit, misschien is dit toch niet nu al het einde van het slaapje overdag. Want zij hebben dat zo hard nodig. Even kijken. Hoop van zegen. Is het stil nu? Wat ik mij trouwens bedacht, want ik heb op dit moment vakantie, maar ik krijg in mijn DM's echt enorm veel vragen over van alles. Dus waar dat van is, waar ik dat heb gekocht, welke kleur dit is, dat soort vragen, zeg maar alles omtrent ons huis. En omdat het dus vakantie is, probeer ik echt niet te veel daar naar te kijken en te antwoorden. Want ja, weet je, anders ben ik de hele dag bezig met DM's beantwoorden en heb ik alsnog niet echt vakantie.
Maar toen dacht ik daarnet, misschien is het wel leuk als jullie gewoon onder deze weekvlog even je vraag stelt. Mocht je die hebben, wat je dus wil weten. Omtrent, nou ja, je mag alles vragen, maar in ieder geval waarschijnlijk rondom het huis. Dan kan ik in de volgende weekvlog daar uitgebreid antwoord op geven. En dan kan ik gewoon al jullie vragen erbij pakken en vertellen, dit is dat, dit is dat, dit is dat. Doe ik dat gewoon in één keer, zodat je ook altijd zeg maar dat terug kan vinden. Ik dacht, dat is het beste idee. Dus mocht je een vraag hebben over wat dan ook, kleuren van de muren bij ons, whatever je kan bedenken, dan stel hem eventjes hieronder en dan ga ik het volgende week beantwoorden. Dat slaapje is niet echt gelukt, helaas. Hey! Ik dacht, ik ga eventjes jullie kamer laten zien, want dat hadden we nog niet gedaan. Hè? Jalike? Ja? Wij hebben de commode gewoon gebruikt, zeg maar, van die we al hadden in ons oude huis. Wij hebben, ja, een waszak hadden we ook al, twee potjes ook. Deze hadden we al, maar deze is heel erg leuk. Die is van de H&M. Ja, dus dat. Dan hebben we gewoon de bedjes van de meiden, zoals altijd. Deze hadden we ook al. Hier hebben we onze kast neergezet van onze oude slaapkamer, van Ed en mij. En hier hebben we dus dat poppenhuis. Ik weet even niet waar ik dat heb besteld, maar dat zou ik wel op kunnen zoeken. Maar in ieder geval, het is wel heel een leuk hoekje geworden. Hier moeten we nog een kussen inkopen, maar die zijn van de Hema. En die is ook van de H&M Home. En dit kleed hadden we ook al, hebben we ooit bij IKEA gekocht. Alle muren zijn nog helemaal kaal, we hebben ook nog geen lampen, dus dat moeten we allemaal nog gaan fixen. Ik heb wel hele leuke dingen daarvoor gekocht. Die hadden we al, die ook, maar deze heb ik daarvoor gekocht, extra. Ja, dat was het. En dit moeten we nog even op gaan hangen, maar is er nog niet van gekomen. Vakanties en weekenden zijn voor lekkere lunches, dus ik heb voor mezelf helemaal uitgepakt. 3 boterhammen, onderaan hummus, lekker een beetje garnering erbij. En ik heb een groenteburger in stukjes gesneden. En uiteraard weer deze. Als je hier niet van houdt, vers basilicum, kun je het gewoon weglaten hoor. Als je denkt, oh, ik wil het ook maken, maar ik vind dit niet lekker. Maar ik ben daar dus echt gek op. Dus, ik ga lekker lunchen. Joehoe! Wij zijn lekker op de fiets onderweg. Met 4 kindjes. En we gaan gezellig naar de speeltuin. Kamels is met een vriendinnetje. En dan onze meiden. En we zijn lekker aan het fietsen. Best wel een heel stuk. En we gaan dus naar een soort van boerderij waar ze een speeltuin hebben, waar wij vorige week ook zijn geweest. Heel primitief, of nou ja, primitief, gewoon een beetje, gewoon simpel, maar heel erg leuk voor kindjes. Dus dat zullen we even laten zien. Thuis. Het was heel leuk, maar wel heel erg kort, omdat wij alles helemaal donker zagen worden in de lucht en ze echt ineens regen en onweer aangaven. We zijn ook net op tijd thuis, want echt, het giet eruit. Maar goed, aan de andere kant ook wel lekker. Het is nu 5 uur. Ik ben eten aan het koken. De kindjes zitten op de bank met z'n vieren. En ik ben aan het koken slash opwarmen. Mijn moeder heeft namelijk heel lekker, ja wat is het, volgens mij Indisch eten gemaakt. En ik moet nog een paar kleine dingetjes erbij maken en wat dingen opwarmen. En dan kunnen we gaan eten zometeen. Ik ben op zich al best wel gewend aan een nieuwe keuken. Dat gaat altijd snel, dat soort dingen. En alles heeft ook best wel redelijk goed al een plekje gekregen. Oh ja, dit is de saté. Boontjes, deze moet ik dus nog eventjes gaan wokken nu. Eieren moet ik afpellen. Hier nog 2 extra eitjes, omdat ze een vriendinnetje blijft eten van Ramos. En ja, de rest even opwarmen volgens mij. Oh ja, ik weet alleen dus niet hoe de oven werkt. Dat is nog even een dingetje. Maar daar komen we wel achter als ik een keer zin heb om het uit te vogelen. Zo. Dus dit in de pan. Maar we hebben deze week een soort van niet hecht week boodschappen gedaan en besteld. Omdat we vakantie hebben en ik dacht, ja weet je, dan kunnen we eigenlijk beter gewoon wat meer dingen aan het toeval overlaten. We hebben ook al een aantal keer ergens gegeten, we hebben pizza besteld en de ene keer weer iets opwarmen, dat is nu dus. Maar goed, dan gaan dingen dus wel op en dan moet je die bijhalen. Lekker hoor. Lekker hoor.
Lekker hoor. Lekker hoor. Met rijst. Zin om even. Ja. Mama, laat ons kijken. Dat zijn stoofvleesjes of zoiets volgens mij. Goedemorgen. Het is vandaag zondag en ik ben om, even kijken hoe laat zijn de jongens. 8:50 helemaal aangekleed, de kindjes ook. Want we hadden net ineens het spontane idee om lekker in de stad te gaan ontbijten. Ik ben nog helemaal slaperig. Ik heb zo lekker geslapen vannacht. Ik was een beetje bang voor, omdat ze hier achter een feestje hadden gisteren. Dat hoorde ik dus toen ik naar bed ging, hoorde ik allemaal. Dacht ik, ben benieuwd. Maar het viel mee. Ik ben uiteindelijk gewoon meteen in slaap gevallen. Even kijken, spullen mee naar beneden en dan kunnen wij gaan. Maar we kunnen gewoon wegrijden natuurlijk, hè, kindjes. Zonder mama. Zullen we dat doen? Nee! Zonder mama? Nee! Nee? Oh. Nee, nee, nee. Kunnen wij wel meer eten? Waarom? Nou, dan eten wij gewoon het eten van mama op. Ik vind het wel een goed idee, jij niet? Ik ook. Ja, zullen we dan maar gaan? Ja. Nou, dan gaan we dat doen. Dan zeggen we dag mama. Dag mama. Dag mami. Ik krijg van Rebecca, goedemorgen. Oh, hi. Ik heb gewoon mezelf omgekleed. Het is gewoon augustus en ik heb gewoon een soort van mini koffertje aan. Zo koud is het. Nou, dat is maakt het ook wel heel bont. Nou, anders neem je winterjas mee. Ik vind het koud. Heb jij eigenlijk mezelf de vlog aangezet? Speciaal voor jou. Dan hoef jij het niet te doen. Wat gezellig. Gezellig. Ja. Ik heb gezegd dat jij niet meeging. Had ik ook goed gevonden. Nee, grafje. Nee, dat is niet waar. Die neus. Oh my god. Gelijk wel. Echt. Oh, dit ziet er echt goddelijk uit. Echt. Van jou? Ook. En de kindjes hebben lekker een croissantje. Een kind gevonden. Een te grote jongen in een te klein karretje. Oh nee, het past wel. Wij zijn even bij Intratuin. We hebben lekker in Den Bosch gelopen. Een paar boodschappen gedaan. Nu gaan wij naar Intratuin. Kijken of we een leuk plantje kunnen vinden. Ik vind het dus zo lastig, want nu zeg maar, komt het een beetje aan op het stijlen van het huis en het kiezen van een soort van stijl of zo. Maar omdat ik dus alles mooi vind, of ja, niet alles, maar heel veel, lukt dat niet of zo op een of andere manier. En krijg ik een soort van helemaal, ja, ik weet het niet. Het lukt niet om dan de accessoires te kiezen. Zo stom. Dus hier moet ik een soort van stylist of zo inschakelen die mee kan denken daarin. Misschien is dat best wel zijn geld waard, want nu, ik weet niet, we komen niet uit, hè, Ed? Nee. Het is gewoon niet ons ding. Ik weet het niet. We hebben best wel wat leuke plantjes uiteindelijk nog gevonden. Dan gaan we zo meteen naar huis en dan gaan we even een plekje zoeken voor ze. En alle potten uit de schuur halen. Einde van de middag. Ik moet een beetje zachtjes doen, want de meiden die slapen. Mijn ouders zijn gezellig op de koffie geweest daarnet. En nu dacht ik, ik ga heel even een momentje lekker voor mezelf pakken op de slaapkamer. We hebben weer wat plantjes neergezet. En ik heb ook door het huis samen met Ed al hier en daar wat neergezet. Heel leuk. En ik ga nu even chillen. Lekker met een eiwitreepje. Ze waren natuurlijk uitverkocht de laatste 2 weken. Maar ze zijn nu weer beschikbaar. Dus mocht je denken, oh, ik vind het leuk om te proberen. Of ik heb ze al vaker op en ik vind ze lekker. Ik zal even een linkje erbij zetten. Dan ze zijn er dus weer. Ik weet niet voor hoe lang, maar ja. En ik heb nu een Way variant. Het is tijd om lekker eten te gaan maken. Kan die toch koken, die jongen? Jeetje, Mina. Helemaal koud. Good morning. Het is vandaag maandag.
En wij zitten lekker op de fiets, want de meiden die gaan vandaag naar het kinderdagverblijf. Dus die zijn we aan het wegbrengen, Ramos en ik. Ik ben benieuwd wat de dag vandaag gaat brengen, want ze geven echt alleen maar regen aan. Maar nu schijnt de zon, dus ik hoop dat ze het gewoon fout hebben en dat het gewoon zo blijft. Ik kan even iets leuks doen met Ramos vandaag. Maar eerst is de ochtend voor schoonmaken, een beetje werkdingen, opruimen, wassen, etc. Want ja, ook dat moet gewoon gebeuren, ondanks dat je vakantie hebt natuurlijk. We hebben dus een hulp die ons meehelpt met onder andere ja, poetsen en zo. En Ramos die is normaal gesproken altijd op maandag natuurlijk naar school. Maar nu is hij thuis. En hij is de hele tijd met haar aan het kletsen en het kletsen. En elke keer dan gaat de stofzuiger en dan komt hij weer. Ik hoor hem de hele tijd babbelen. Hij vindt het natuurlijk helemaal gezellig. Maar goed. Heel wat uurtjes verder inmiddels. We hebben lekker een beetje opgeruimd in huis. We hebben geluncht. Alles een beetje aan kant gemaakt. En nu zitten we met z'n drieën in de auto. En gaan we naar Monkey Town. Tenminste, als er plek is. Want de meiden die zijn natuurlijk op het kinderdagverblijf. En Ramos is vrij. En dat komt natuurlijk bijna nooit voor. Dus ja, we gaan lekker met z'n drieën op pad. Ramos moest kiezen. En die vond Monkey Town het allerleukste om naartoe te gaan. Dus ik hoop dat we binnen kunnen. Want ze werken daar niet met reserveren. Ik had even gebeld. We shall see. Wij gaan lekker met z'n drieën naar de Aldi. Ja, ik bestel natuurlijk altijd mijn boodschappen. En ik vind dat heel fijn en lekker makkelijk en alles. Maar nu we dus vakantie hebben, vind ik het leuk om ja, gezellig wat winkels af te gaan en boodschappen te doen. Van de week was ik al bij de Lidl geweest. En nu gaan we dus... Oh, hij staat ingezoomd volgens mij. En nu gaan we naar de Aldi om boodschapjes te halen voor vanavond en morgen. En eens even kijken wat ze hier allemaal hebben. Even een karretje. Yes. Deze zijn lekker. Deze kochten wij vroeger altijd toen we nog in Breda woonden. Het zijn van die reepjes. Oeh, yes. Wat zou die nou aan het doen zijn, hè, die jongen? Ed loopt altijd heel vervelend drie gangpaden vooruit, terwijl we nog niet daar zijn. Doen alle mannen dit of doet alleen die van mij dat? Wij zijn weer thuis en ik dacht, ik ga jullie eventjes laten zien wat we allemaal hebben gekocht. Even snel. Deze lekkere chipjes. Crackertjes, lekker. Boontjes voor vanavond, voor de kindjes. Ze gaan wraps eten. Deze broccoli. Lekker veel bananen, want die eten wij vaak, omdat we die vaak door de smoothie doen. Noten. Maiswafels. Een brood. Deze gesneden partybrood dingetjes. Ik dacht, oh, dat is wel leuk voor een keer. Makkelijk ook. Zilvervliesrijst. Twee keer melk voor de koffie. Dit zijn rode uitjes. Cupjes. Koffieapparaat. Koekjes. Oh ja, deze. Die zag ik liggen. Cacao nips. Lekker voor in de yoghurt. Dan hebben we nog ongezouten cashew. Nootjes. En dan deze krat nog. Spinazie voor in de smoothie. Mozzarella, lekker. Zei ik van de week al, hè, met uiteraard tomaten. Druiven, sojayoghurt, een aantal. Oh ja, deze had Ed gevonden. Limoen en munt. I don't know, ik hou daar niet van, maar hij wel. Dit zijn van die blokjes, van die feta kaasjes. Hummus, yoghurt, kaas. Mango, die hadden we nog een keer. Oh ja, wraps voor vanavond. Twee keer komkommer, een sapje. Blauwe besjes, ook voor in de vriezer voor de smoothie. Cherry tomaatjes. Dit is voor morgen. Kunnen we in de airfryer doen. Dit is voor vanavond volgens mij. Ja, vanavond. En dit is ook voor vanavond, roerbakpunten. Oh ja, en dan dus deze. Oh, deze aten wij dus vroeger altijd. Ik heb er meteen een paar meegenomen. Oh, lekker. En dat was het. Oké, en dan wil ik nog even één ding aan jullie laten zien. En dan ga ik de vlog afsluiten. Want volgens mij wordt die dan echt super lang. Maar dit is mijn trots. Ja. Dit is dus de berging. En dit was echt een heel lelijk oud hokje. Dat hebben we helemaal laten stukken. We hebben het laten schilderen. We hebben nieuwe, noem je dat, knoppen erop gedaan. Stopcontacten. Hier komt alleen dan nog een verwarming. Die moet er nog geschilderd worden.
Maar dit hokje hebben we dus gemaakt. En dit is de koelkast voor Nieuwe Fit Mama. Met, ja, er zit nu niet zo heel veel in, maar de drankjes voor als er personal training klanten zijn. En verder allemaal bakken waar alles in zit. En misschien kan ik ooit nog wel, als jullie dat leuk vinden, een soort van laten zien wat er dan in zit. Maar dat wordt nu misschien een beetje too much. Maar ja, daar heb ik gewoon al mijn dingetjes per categorie in gedaan. Goed hè? Ja, daar ben ik dus helemaal blij mee. En ik vind het er ook leuk uitzien. Chef Cooking. We zijn klaar om te eten en we eten lekker buiten. Kijk eens, zeg maar hallo. Hummus. Hummus. Nee. Nee, we doen geen hummus, schatje. We doen gewoon lekker wat erop zit. Nee. Kijk, we hebben een lekker roerbakje met kip, wrappies, klein beetje broccoli voor de extra groentes. Lekker koffietje. We hebben de kindje net op bed gelegd. Het is maandagavond, 7:30, dus ik ga lekker de vlog afsluiten. Dankjewel voor het kijken. Ik vond het heel leuk dat je weer meekeek na zoveel weken. Doe een duimpje omhoog of laat even een reactie achter. En sowieso laat me ook weten wat je allemaal wil weten over het huis. Hè? Want de volgende vlog zal ik, denk ik, aan het einde alles vertellen wat je wil weten erover. Dus dankjewel voor het kijken.